Goedemorgen allemaal. Een paar van jullie herken ik van de vorige keer nog, hè? Ik ben Michel Rog, woordvoerder onderwijs van het CDA in de Tweede Kamer. Ik ben oud-leraar en de trotse vader van twee kleuters. Dus dan gaan we een groep hebben met voorstanders en een groep hebben met tegenstanders. En dan gaan wij over een stelling met elkaar het debat hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we kleuters weer echt laten kleuteren. En niet vanuit allerlei Haagse druk met toetsen, leerdoelen en lesmethoden confronteren. Ik zie dat ook aan mijn eigen kinderen. Ik breng ze iedere dag naar school en ik zie hoe fijn ze het vinden om gewoon kleuter te kunnen zijn. En we gaan het een beetje op een respectvolle manier doen, op een nette manier doen. Scholen floreren bij ouderbetrokkenheid. Ik denk dat we het veel makkelijker moeten maken dat ouders bijvoorbeeld kunnen werken in de tussenschoolse opvang. Bijkomend voordeel, leraren kunnen daardoor weer doen waar zij voor zijn aangesteld, namelijk lesgeven aan onze kinderen. Ik denk dat we af moeten van al die Haagse regels en toetsgekte. We moeten weer leren vertrouwen te hebben in onze leraren. Zij weten het beste wat goed is voor de kinderen. In Nederland selecteren we leerlingen heel vroeg en niet alle jongeren hebben baat bij die vroege selectie. Het CDA wil meer brede brugklassen en verlengde brugklassen en soepeler overgangen tussen de onderwijssoorten. De afgelopen 4 jaar heb ik mij ingezet voor meer vertrouwen in leraren en minder regels en toetsdruk vanuit Den Haag. En ik wil me daar heel graag de komende 4 jaar weer voor inzetten.